mogen horen. En een heerlijke vaste waarde in ons programma. Omdat u als voorzitter van de Houtense huisartsen. Ik zeg het nou geloof ik een beetje heel oneerbiedig en te snel. Dat is ook omdat ik de titel even niet erbij geschreven had. Maar u bent voorzitter van de Stichting Houtense Huisartsen. Ja, dus, en dat, in die rol overziet u eigenlijk de hele strijd tegen corona vanuit Houten. In ieder geval in Houten, ja. Ja, precies. En maakt u ook deel uit van een groep die daar met elkaar over nadenkt hoe je dat het beste kunt doen. Hoe gaat het nu? Het lijkt wat rustiger te worden in Houten wat de besmettingen betreft, maar het is wel een beetje stabiel. Ik heb even terug zitten kijken. 31 januari waren er 9 besmettingen in Houten. 1 februari nog maar 1. En gisteren toch weer 10. Dus het blijft een beetje schommelend stabiel. Dus, gisteren 10 besmettingen? Gisteren 10 besmettingen in Houten, ja. Dat is best veel. Ja, terwijl de dag daarvoor was er nog maar eentje. En de dag daarvoor 9. Dus er zit nog niet een stabiele fase in. Nee. Maar als je het wat langer terugkijkt, is het wel wat minder dan een paar weken geleden. Maar het lijkt nu een beetje te stabiliseren. En is er iets te zeggen over welke varianten dat zijn? Nee, wij krijgen niet door welke varianten er getest worden. Wij horen alleen dat mensen positief getest worden. Alleen landelijk lijkt het erop dat 50% toch die Britse variant is. Die besmettelijker lijkt te zijn. Gaat u ervan uit dat de Britse variant al onder de Houtenaren is? Nou ja, als 50% besmet is in het land, dan verwacht ik dat in Houten ook 50% besmet is daarmee. Ja. Dus van de 10 zijn het er dan 5. Ja, statistisch klopt dat. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, ik noem maar wat, als je een haard in Groningen hebt, dat het gewoon even duurt voordat de regio Utrecht, voordat het hier naartoe komt. Maar daar is voor u. Ja. Dus we moeten ervan uitgaan. Daar hebben we geen gegevens over. Nee. We moeten er gewoon van uitgaan bij. Dat we voorzichtig zijn. Het zal Houten niet overslaan. Nee. Gisteren was de persconferentie. U heeft daar ongetwijfeld naar gekeken. Het is, het wordt beter bekeken dan Boer zoekt vrouw. Ik zag vanmorgen dat er 6,3 miljoen mensen weer naar die persconferentie gekeken hebben. Wat was uw indruk? Nou, ik heb hem niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik had een andere teamsvergadering. Oh, u zat niet dus bij de 6,3. Ik heb hem helaas niet kunnen volgen. Mm-hmm. De conclusies waren in die zin, wel tot u gekomen. Ja, zeker. Ja. Dat de lockdown gaat verlengd worden. De scholen gaan open, of de basisscholen. Ja, en we gaan wat doen voor de ondernemers die een soort afhaalbarretje aan hun winkel mogen maken. Wat vindt u van die maatregelen? Hoe komt dat op u over? Ja, ik denk dat de ondernemers wel wat ruimte mogen krijgen zo langzamerhand. Omdat het water ze toch wel aan de lippen staat de afgelopen weken. En dan denk je van dat dit een kleine geste is naar die ondernemers toe om toch nog ietsje aan omzet te kunnen maken. En dan hopelijk is het voldoende. Want ik verwacht dat die lockdown nog wel eventjes toch doorgaat. Dus dat die winkels nog niet volgende maand open gaan. Nou hoor ik wat u zegt. En dat gaat natuurlijk ook uit empathie voor die ondernemers. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit het virus de boodschap wat tegenstrijdig is. Aan de ene kant zeggen jongens, we moeten waakzaam zijn, want we krijgen een sneller verspreidend Brits virus, wat een derde golf gaat veroorzaken. Die heeft meneer Rutte ook al aangekondigd gisteren. Ja. En de andere kant is dat er gezegd wordt van, maar we gaan wel iets doen voor de ondernemers en we gaan iets doen voor de ouders die thuis gek worden met kinderen op de basisschool en in de kinderdagopvang. Ik bedoel, ik snap het uit empathische overwegingen, snap ik het. Maar helemaal duidelijk vanuit de strijd tegen het virus is het me niet. Nee, het lijkt een beetje tegenstrijdig te zijn. Aan de andere kant zijn we nu wel bezig met het vaccineren van de meest kwetsbaren. Dus dat helpt natuurlijk toch wel een beetje in de strijd tegen het virus. En dan denk ik, ja, het is kiezen uit twee kwaden, zal ik maar zeggen. Ja, de lockdown, dat gaat volledig ten koste van de ondernemers en ouders met kinderen thuis. En een beetje versoepeling, ja, dat kan wel iets meer virusopvlamming geven. Ja, het is voortdurend een evenwichtskunstenaarswerkje
natuurlijk. Ja, dat ja, blijft lastig. Ja, dat vaccineren. Houten is daar bij de Houten Expo wordt hard gewerkt. We hebben afgelopen week ook berichten gehoord dat er nou een super in-end-plek komt in Utrecht. We hebben duidelijk gekregen gisteren via meneer De Jonge dat hij nog meer gereserveerde vaccins beschikbaar gaat stellen om ouderen te kunnen blijven vaccineren. Hoe werkt dat nu in de praktijk? Heeft u heeft ook zelf een praktijk, hè? Wordt er gevaccineerd op uw praktijk? Nee, voorlopig vaccineren wij nog niet. We hebben geen vaccins. En we hebben nu net wel de afgelopen week de 90-plussers opgeroepen. Dus die hebben wij zelf uit ons systeem gehaald en een brief gestuurd die wij van de overheid hebben gekregen. En die kunnen dan een afspraak maken om zich te laten vaccineren bij de GGD. En ik heb vorige week al de oproep gedaan om de mensen op te roepen om toch zeker naar die GGD toe te gaan om een vaccin te krijgen. Om twee redenen. Als ze dat niet doen, dan gaan ze straks door ons gevaccineerd worden. Maar dat kan nog wel eens 2-3 maanden duren voordat wij de vaccins krijgen om zelf onze ouderen te gaan vaccineren. En dus dat is een oproep om die vaccins nu toch te halen met behulp van automaatje of het Rode Kruis. En als de ouderen de GGD bellen om die afspraak te maken en ze hebben problemen met het vervoer, dan kunnen ze dat bij de GGD aangeven. En die kunnen dan een oplossing verzinnen. En zelf kan je natuurlijk gebruik maken van automaatje of Houten helpt in Houten om niet te rijden. En een andere reden om toch zo snel mogelijk dat vaccin te halen is dat nu wordt er gevaccineerd met het Pfizer en het Moderna vaccin. En dat geeft toch een wat hogere bescherming dan het AstraZeneca-vaccin wat straks ter beschikking komt. Dus dat kan een extra reden zijn om te zeggen van nou, liever nu maar snel vaccineren met het vaccin wat 90% bescherming geeft. Hoeveel 90-jarigen hebben we in Nou, wij hadden er in ons centrum 90-plussers iets van 70. Nou, hebben wij een relatief ouder centrum, dus dat zal niet in ieder centrum in Houten zo zijn. Want in Houten-Zuid heb je natuurlijk veel minder 90-plussers. Dus ja, hoeveel het er in Houten zijn, misschien 200, zoiets. Is u wilde nog een oproep doen. U wordt veel gebeld. Nou, er staat in de krant dat de 90-plussers gevaccineerd worden of de 85-plussers gevaccineerd gaan worden. En dat is dan wel zo, maar dat gebeurt ergens in het land en nog niet in Houten. En de patiënten worden dan ongeduldig en die gaan ons bellen om te vragen wanneer zij een uitnodiging krijgen en hoe dat werkt. En dat weten wij ook niet. Maar wat wel vaststaat is dat alle mensen uiteindelijk gewoon een uitnodiging krijgen. Dan wel van de huisarts, dan wel van de rechtstreeks via de GGD. Ik moet helaas gaan afronden, want we zitten nog met 20 seconden. Dank u wel voor deze update en we gaan u, als u het goed vindt, volgende week weer bellen. Ja, is okay. Prima. Graag dank u wel. Tot volgende week. Tot spreeks. Ja. Dag. Dag. En u kunt gewoon blijven luisteren, want we gaan zo door na het nieuws.